Yo mensen, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Nou, weer eigenlijk een kleine vlog. Ik zie dat heel veel mensen deabonneren. Misschien omdat dit voorstukje van mijn haar roze gaat. Maar het gaat misschien ook... het kan ook blauw worden. Dus... alsjeblieft niet deabonneren alleen om iets wat... Ja... Iets wat er gebeurt of iets wat ik wil gaan doen als ik zoveel abonnees heb. Ik heb nu een soort van iets met Luc. Ik weet ook dat hij gedeabonneerd heeft. Ik blijf gewoon op hem geabonneerd. Ik weet niet waarom hij zeker deabonneert op mij. Want hij, als hij boos is, deabonneert hij. Dus. Want ik zie heel vaak dat hij deabonneert. Dus. Ja, deabonneer daardoor dus niet, want ik mag het alleen bij de 100 abonnees en nu nog niet. En ik mag het pas echt bij de 100 abonnees. En het is gewoon iets om blij mee te zijn. Kijk, Luc die zegt dus eigenlijk dat hij het al eerder had verzonnen, maar... Ik heb het al heel lang met mijn ouders erover. En ze hebben dus bij op die dag van de video hebben ze het gezegd. En ik praat er al ongeveer een maandje of ja, een maand erover. En dan mag het, maar dan deabonneren jullie allemaal. Ja. Dus ik weet nog niet of ik het ga doen. Maar deabonneer niet. Ik zou het wel fijn vinden als jullie blijven abonneren. Oké. En ja. Ik weet dat ik nooit bij de 100 kom. Maar als ik daar een keertje kom. Dan gebeurt het. Later.